dan zou dat heel goed zijn. Nou, allereerst, we hebben dus drie sprekers vanavond. Ik zal ze even voorstellen. Ze zullen straks uitgebreid hun verhaal gaan doen. Maar dan weten jullie alvast wie ze zijn. Zullen ze even hoi zeggen. Dat is Frank van New Order Fashion. Uit Amsterdam. Hij zwaait nu. Dat zijn. Hoi, welkom Frank. Vanuit Groningen is dat Lisanne van Bloesem. Hallo. Hoi, welkom. En vanuit Amersfoort is dat Marina van de Community of Closets. Yes, hallo. Hoi, welkom. Nou, super dat we met zoveel zijn. Ik zou allereerst graag een fijn quizje met jullie doen. En trouwens, ik vergeet mezelf ook helemaal voor te stellen. Ik ben Laura van Krouw vanuit de Brabantse Milieufederatie. En dit webinar wordt ook georganiseerd vanuit Natuur- en Milieufederaties. Dat is een stichting die in elke provincie zit. En waaruit voor heel Nederland gewerkt wordt aan mooie natuur, schoon milieu. Dus ik werk bij de Brabantse Milieufederatie. Ik zit onder andere op het thema circulaire economie. Mijn collega Merel de Groot van Communicatie, die is hier ook aanwezig en die houdt achter de schermen wat zaken in de gaten, waaronder de chat. Dus mochten jullie vragen hebben, opmerkingen hebben, zet het vooral in de chat. Merel zal het bijhouden. We zullen proberen er zo goed mogelijk op te reageren. Dus doe dat vooral. Nou, en wat ik zei, ik zou graag met een quizje willen beginnen. Even kijken hoe het staat met wat kennis. Dus daarvoor mogen jullie naar menti.com. En de code die op het scherm staat, 54281500, die kunnen jullie invoegen. En dan zien jullie wat vragen verschijnen. Kijk, mijn collega die deelt de Menti. Dus die zien jullie nu verschijnen. En zij weet dan ook of jullie er al in zitten, als het goed is. Ik zie rechts afstaan. Kijk, hoi allemaal. Ik heb net nog weer wat nieuwe mensen toegevoegd aan het webinar. Als iedereen zichzelf zou willen muten. Nou, even wat huishoudelijke mededelingen. Het webinar wordt opgenomen. Mocht je nog niet in de opname willen zitten, zet dan vooral even je camera uit. En je mag jezelf unmuten, maar mute jezelf dan ook weer nadat je de vraag of de opmerking hebt geplaatst. En we zijn nu doorgegaan naar een Menti-quiz. Dus meld je daar vooral voor aan. Daar kun je achter je laptop of op je telefoon doen naar menti.com en dan de code die je op het scherm ziet invullen. En dan gaan we even kijken, nou ja, of jullie wat feitjes over de kledingindustrie, huidige staat daarvan weten. Dat jullie misschien heel goede inschattingen hiervan kunnen maken. En bij mensen, nou ja, de juiste vragen zijn natuurlijk, of de juiste antwoorden moet je natuurlijk geven, maar de snelheid speelt ook een rol. Dus jullie krijgen straks ook een beperkte hoeveelheid de tijd om de vraag te beantwoorden. En dan speelt snelheid ook een rol in wie uiteindelijk bovenaan in de quiz uitkomt. Dat zijn er 15 mensen in, dus Nou, we missen nog wel wat mensen, maar ik denk dat we gewoon maar door moeten voor iedereen die binnenkomt. We zijn dus in de Menti. Ga vooral naar menti.com, vul de code in. En dan moeten we denk ik inderdaad maar beginnen. Er is een prijsje aangekoppeld, dus wil je meedoen, meld je dan vooral aan op Menti met de code. En dan gaan we beginnen inderdaad. Ja? Doe maar. Kijk, we zijn er ook al. Oh, ik zie dat er 40 inmiddels. Nou, we zijn al met een goed aantal.
En als ik op enter druk. Ja, helemaal goed. Nou, daar staat al. Zo snel mogelijk antwoorden. De gemiddelde Nederlander koopt per jaar hoeveel kledingstukken? Zijn dat er 20, 30 of 50? Nou, dat is misschien dan een goede gok die je moet maken. Of wellicht dat je bij jezelf denkt van, nou, ik kom toch wel aan dit aantal. En dan is de tijd ook weer om. En dan zien we dat een heel groot aantal van jullie het goed heeft. En inderdaad, dat die 50 kledingstukken die gemiddeld per jaar worden gekocht. Ja, klopt. En dan gaan we door naar vraag 2. Dat is, hoe vaak wordt een kledingstuk gemiddeld gedragen voordat deze wordt weggedaan? Is dat 7 keer, 11 keer of 15 keer? Nou, misschien ook bij jezelf denken, hoe vaak trek je nou iets aan voordat je denkt van nou, ik heb het toch gehad? En dan blijkt het goede antwoord 7 keer te zijn. Want inderdaad, nou, net als wat jullie denken, zie ik zo, best wel schokbarend weinig is. Dus ja. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Een gemiddelde persoon draagt 80% van de garderobe, maar ook 80% van de tijd, maar x% van de garderobe. Hoeveel procent van de robe wordt 80% van de tijd gedragen? Nou, dit hadden jullie allemaal goed. Op 5 na, maar bijna allemaal goed. Ja, ja, inderdaad, 20%. Nou, dan gaan we even naar de leaderboard. Er zijn nog een aantal vragen, maar even de tussenstand. En dan zien we dat Loveside de goede vraag heeft en het snelste is. Dus dan gaan we door, even kijken of je dit dan aan kan houden. Vierde vraag. Voor het produceren van een spijkerbroek wordt gemiddeld hoeveel liter water gebruikt? Ik neem zelf ook een slokje water. Is dat 80 liter, 800 liter of 8000 liter? En dan blijkt dat toch 8000 liter te zijn. Ja. Nou, ongeveer de helft van jullie had dat goed. Eén na laatste vraag. Voor het produceren van een t-shirt is 2700 liter water nodig. Hoe lang kan één persoon hiervan drinken? Is dat dan 1 jaar, 2,5 jaar of 5 jaar? En de countdown. Ja, dat is 2,5 jaar. 2,5 jaar kan een persoon drinken van het watergebruik voor de productie van één t-shirt. Nou, laatste vraag. Zet hem op. Jaarlijks gooien we flink wat textiel weg. Hoeveel kilogram per persoon is dit? Is dat 3, 5 of 11 kilo? En dan de countdown. En dan hebben de meeste van jullie dit goed. Inderdaad, 11 kilo wordt weggegooid. Nou, en dan zien we weer de leaderboard als het goed is. En gaat Loveside het dan halen? Volgens mij zijn er wat verschuivingen. En dan heeft Marijke gewonnen. Nou, kijk. Dat, dan wist je er flink veel al vanaf, Marijke. Je mag naar mijn collega Merel de Groot. Je kunt haar een chatberichtje sturen. Als je even je e-mailadres achter zou willen laten. Want dan hebben we een leuk presentje voor je. Oké, okay. Nou dan gaan we weer even door naar onze presentatie.
Ik hoor jou niet meer, maar misschien ligt het aan mij. Sorry, dat was even een stukje interne communicatie, waarna ik weer vergat mijn microfoon aan te zetten. Dank je. Maar ja, zoals jullie zagen, het zijn best wel schokkende cijfers. Jullie wisten er zelf ook al best wel wat van. Die cijfers lopen eigenlijk alleen maar op. De kledingindustrie groeit gewoon enorm hard. Kleding wordt voor een heel lage prijs aangeboden. En wordt steeds ook meer als wegwerpproduct gebruikt. Zoals jullie zagen, de gemiddelde Nederlander koopt zo'n 50 kledingstukken. Al die productie, dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op het milieu. Ongeveer 10% van de mondiale uitstoot aan broeikasgassen is te herleiden aan die kledingindustrie. En ook op andere manieren heeft die productie enorm gevolgen voor het milieu. Als we denken aan landgebruik, watergebruik, bestrijdingsmiddelen. Al met al wordt er gewoon veel meer geconsumeerd dan er draagvlak voor is. Dus daarom is het heel mooi dat wij ook een tegenbeweging zien. Als mijn scherm meer werkt, ja. En dat steeds meer ondernemers laten zien dat het anders kan en dat zij wel op de circulaire tour gaan. Zij gaan efficiënter en zorgvuldiger om met grondstoffen en met producten, waardoor er natuurlijk ook minder winning van grondstoffen nodig is, wat een aanzienlijke milieuwinst weer oplevert. Dus de drie ondernemers die net even hoi hebben gezegd, die gaan ons meer vertellen over hoe zij circulariteit in de kledingindustrie verwerken. Wat zij doen, daar gaan ze iets over vertellen. Dus straks krijgen we te horen van Bloesem, een initiatief dat Bloesem upcycled van New Order of Fashion. Die onder andere met de kledingatelier bezig zijn om met klanten kleding te hernieuwen en die altijd met designtalent op zoek is naar duurzame manieren om de kledingindustrie te hervormen. En we horen van de Community of Closets, een kledingbibliotheek waar kleding op circulaire wijze wordt aangepast, onder andere ook door upcycling, en waar mensen ook worden aangespoord om op hun eigen manier of om hun eigen gebruik op een circulaire manier te bekijken. Ik zou graag het woord aan Frank van New Order of Fashion geven. En misschien nog een kleine mededeling. Het zou leuk zijn als jullie een vraag tot na de presentatie bewaren. Mag ook in de chat, dan houdt mijn collega bij en dan behandelen we ze zo. Maar Frank, allereerst het woord aan jou. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Frank Verkade. Ik ben een van de teamleden van de stichting New Order of Fashion. Ik ben, zoals tijdens de introductie werd gezegd, gevestigd zelf in Amsterdam, maar het platform is gevestigd in Eindhoven, belangrijk om te vermelden. Laura, misschien kun je naar de eerste slide gaan, alsjeblieft. De tekst is in het Engels, maar ik ga het natuurlijk in het Nederlands doen. Maar New Order Fashion, we zijn een platform voor, zoals wij het noemen, exemplarisch modetalent. En wat ik met exemplarisch bedoel, is dat wij de talenten die wij ondersteunen, eigenlijk zien als een voorbeeldfunctie binnen de mode-industrie. Natuurlijk gericht op de toekomst van de mode-industrie en die te verduurzamen. En wat ik graag zou willen doen, is dat ik jullie een stukje geschiedenis meegeef van het platform, maar ook een update waar we nu zijn en wat de toekomstige plannen zijn. Wat belangrijke kernwaarden van ons zijn innovatie, experiment en co-creatie. Wij geloven er heilig in dat de problemen die inderdaad, zoals net al gepresenteerd werden binnen de mode-industrie, alleen zijn op te lossen door samenwerkingen. Dus dat vinden we erg belangrijk. En die samenwerking eigenlijk teweeg te brengen, verenigen wij modetalenten van over de hele wereld. En die brengen wij samen in Eindhoven, fysiek dan al niet hun werk, om daar meer over te vertellen. Als je naar de volgende slide zou kunnen gaan, Laura, alsjeblieft. Wij hebben eigenlijk drie pilaren, zoals we dat noemen, waarmee we werken. En in het Engels, we explore, dus we verkennen. We educate, dus we onderwijzen. En we activate, dus we activeren. En middels deze drie pilaren zou ik jullie graag wat willen laten zien over ons platform. Als eerste de We Explore. Wij zijn begonnen als een expositieplatform. Sommige mensen kennen ons misschien onder de naam Modebelofte. Sinds 2013 nu, dus we hebben 10 jaar ons bestaan dit jaar. Presenteren wij modetalenten van over de hele wereld. Wat wij thematisch cureren in exposities die we tonen tijdens de Dutch Design Week. Je ziet hier twee beelden van onze eerste presentatie die werd gegeven op Stratum. In de voormalige Bongo Beach Club.
In de jaren daarop volgend hebben we eigenlijk verschillende locaties binnen Eindhoven gehackt om presentaties te laten zien. En de volgende presentatie is voor wat sommigen misschien wel ook herkennen, het PSV-stadion, waar we een expositie lieten zien over sportswear, wie god de influence van sportswear op de mode. En zo hebben we de jaren daarna, er zijn wat foto's van voorbij komen, steeds meer gecureerd. Wel altijd met een sociaal-maatschappelijk kritisch oog om te kijken van nou, wat leeft er eigenlijk bij die jonge talenten en hoe zien hun de toekomst van de mode voor zich. En als je een paar keer slides doorklikt, Laura, wat je dan zou zien, dit is trouwens in de bijenkorf van een expositie over migratie ging dat. En we hebben in 2019 uiteindelijk hebben wij het roer omgegooid. Het was net nog pre-corona en of we het zagen aankomen, hebben we die expositie genoemd The End is Near, Time for New Beginnings. En dat is een grote kanteling geweest voor het platform, omdat we eigenlijk sindsdien hebben gezegd, we gaan volledig ons richten op duurzaamheid binnen de mode. En voornamelijk omdat wij van de talenten die wij lieten zien tijdens de expositie te horen kregen van, hey, wij willen heel erg graag opgeleid worden voor de toekomst van de mode. Die zien we als duurzaam. Maar binnen ons curriculum krijgen we eigenlijk niet de tools die wij nodig hebben om die toekomst te verwezenlijken. En toen hebben we twee stappen gemaakt. Eén, we zijn alleen maar gaan cureren en ook de tonen van afstudeerprojecten die duurzaam en circulair waren. En daarnaast ook, we zijn uitgebreid van een expositieplatform naar een platform met een jaarprogramma met activiteiten. En daar wil ik graag vermelden dat we dat alleen hebben kunnen doen middels de steun. We worden ondersteund door onder andere Brainport Eindhoven, Cultuur Eindhoven, Kunstlok en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. En daarmee kom ik eigenlijk bij onze tweede pilaar. Die gaat namelijk over We Educate. Wat we hebben gedaan, we hebben over de afgelopen jaren hebben we met zo'n 125 talenten samengewerkt. Die natuurlijk ook weer die mode-industrie op een eigen manier elk doorstromen. En die hebben dus ook heel veel kennis met zich mee. En eigenlijk gebruiken we die kennis om vervolgens ook andere mensen op te leiden. Wij hebben in 2021 hebben we ons eigen lab geopend. Een ruimte op Strijp S in Eindhoven. Want een combinatie is van een expositieruimte, maar ook een lab met verschillende machines. Waar we eigenlijk inzicht geven in het systeem van mode, dus ook in het circulaire mode. Maar ook mensen eigenlijk ja, ontwerpend leren kijken naar mode en textiel. En vooral binnen het lab is het ontwerp belangrijk dat we eigenlijk hand en machine samenwerken, brengen. Wij geloven heel erg in ambacht en ook daar de kracht en betekenis van. En in dit lab laten we eigenlijk verschillende mensen aan het werk. Het zijn voormalig talenten die bijvoorbeeld aan een nieuwe collectie werken. Maar het zijn ook klassen die langskomen voor workshops. En we zijn net begonnen met het uitvoeren van ons eigen educatieve programma. Dat komend jaar verder wordt ontwikkeld. En dat educatieve programma, daar wordt les gegeven door of voormalig talenten of experts uit ons netwerk. En dat is eigenlijk om een beetje de beweging te versterken naar een duurzame toekomst van de mode. En wij hopen dat meer mensen daar aan mee gaan doen. Dus dat is een van de manieren waarop wij onderwijzen. En een laatste kracht van ons, of nou ja, een belangrijk speerpunt is het activeren. Het werd eigenlijk ook genoemd al door Laura tijdens de introductie. Wij hebben in 2020 hebben we een programma gedaan, het heette From Scratch. Waar eigenlijk de Eindhovenaren hebben gevraagd hun kleding te doneren. En met die kleding hebben we weer onderzoek gedaan naar nee, waar komt het vandaan, hoe kunnen we dat hergebruiken. En als reactie daarop hebben we een tijdelijke winkel geopend in de Heuvelgalerie in Eindhoven. En nou ja, voor de bezoeker die er binnenkwam, het lijkt het eerst echt een winkel, maar als je beter keek, was het eigenlijk een plek waar gereflecteerd werd over de circulariteit van mode. Dus er gingen heel erg veel onderzoekgegevens die we hebben gehaald uit From Scratch. Er werden naast alleen tweedehands kleding aangeboden. En er was een team werkzaam wat op verschillende manieren liet zien hoe je kleding kon hermaken of repareren. De ruimte is nog steeds in de Heuvelgalerie. Naar Joelle Baat wordt het gerund, waar zij inderdaad ook weer kleding aan het up- en recyclen is. Dit is een voorbeeld van een project dat we hebben gedaan qua activeren. Een ander project wat meer recent is, is de volgende slide. Dat is tijdens de afgelopen Dutch Design Week hebben we een voormalig talent, Hanna, hebben we gevraagd om een activatie te bedenken. En toen hebben we een wederom een soort van winkelsetting in ons eigen lab ingericht, waar de bezoeker van de Dutch Design Week binnenkwam. En eigenlijk
ja, spelenderwijs werd bewust gemaakt van de waarde of de herwaardering die eigenlijk nodig is van kleding. Dus waar normaal of het milieu of nou ja, mensen die onder hele slechte omstandigheden onze kleding maken, normaal betalen hun die prijs. Nu hebben we laten zien wat de waarde eigenlijk zou moeten zijn van onze kledingstukken. We zijn hier ondersteund door het Goed in Eindhoven, die ons veel tweedehands kleding heeft gegeven. En mensen konden bij binnenkomst of tweedehands kleding kopen, maar vooral wat de bedoeling was, dat de kleding werd samengesteld uit de verschillende opties die daar hingen. En vervolgens stond er een team klaar van ontwerpers en talenten van dit jaar om die kleding voor hun te maken. Dus dat zijn enkele voorbeelden van de dingen die wij doen. Als jullie meer over ons willen weten, er is natuurlijk ruimte nu een tijd voor vragen. Online zijn wij te vinden via www.neworderfashion.com of Instagram neworderfashion met een kleine underscore tussen elk woord. Dat is hem. Dank jullie wel. Ja, super Frank. Er komen inderdaad ook wat vragen in de chat binnen. Ja. Joanne die vraagt of jullie samenwerken met het Textielmuseum Tilburg. En ja. Joanne, ja, misschien dat je het ook zelf kan toelichten, Joanne. Misschien dat jij daar ook samen mee bezig bent. Of nou ja, anders Frank ligt vooral toe. Nou, wat ik alvast wel kan zeggen, wij, dat denk ik ook vergeten toen tijdens de presentatie, wij worden ook op basis van onze expertise ook vaker gevraagd door de museale wereld om hun te adviseren. Ja. En één expositie waar we betrokken zijn geweest was Long Live Fashion, die in het Textielmuseum te zien was. En daarnaast is een huidige expositie, als jullie of iemand die in de buurt van Den Bosch woont of wil reizen, we hebben net ook een expositie geadviseerd over digitale mode, dat ook enorm interessant is, ook weer met oogmerk van duurzaamheid in de mode. En ja, het Textielmuseum hebben we toen weer samengewerkt. En wij koppelen ook vaak talent aan hun. Wat we merken is dat het Textielmuseum ook vrij gevorderd is in hun bijvoorbeeld de machines die ze hebben. En wij nemen vaak nog een stapje terug, omdat we ook de toegankelijkheid van ons lab heel belangrijk vinden. Dus wij beginnen vaak bij de basis, al waar wordt het materiaal komt eigenlijk vandaan. Hoe kan ik het vorm gaan geven en dan past die nou ja, meer complexe theorieën en technieken in. Maar we hebben zeker contact met Textielmuseum, natuurlijk een erg belangrijke en goede partij binnen Brabant. Oh ja, ja, super. Ja, er komt inderdaad ook nog een vraag binnen over materialen. Dus Marijke die vraagt of er ook onderzoek naar nieuwe materialen, cradle-to-cradle materialen, wordt gedaan. Ja, wat we doen, we hebben eigenlijk een eigen onderzoekprogramma binnen het lab. Opgedeeld in verschillende focuspunten. En wat we dan doen, dat we een voormalig talent vragen om zo'n, we noemen dat dan artistic research practice. Dan vragen mensen voor een artistic research. De bedoeling daarvan is dat enerzijds de praktijk van het modetalent wordt gestimuleerd. Maar anderzijds ook dat er gewoon belangrijk onderzoek wordt gedaan. En we zijn nu met de tweede serie bezig. En daarbij kijken we eigenlijk van hoe kunnen we of nieuwe materialen vormgeven, dan wel niet nieuwe toepassingen geven. Dus daar zijn we zeker mee bezig, ja. Super. Nou, de vraag blijft binnenstromen. Irma die vraagt hoe verkoopwaarde wordt bepaald. En nou ja, Irma, ik neem aan dat je dan ook hebt over het atelier en waar dan de producten hernieuwd worden. Dus, oh, ja, Irma zegt dat ook. Nou, om je een voorbeeld te geven, natuurlijk per kledingstuk het anders. Maar we hebben tijdens de Dutch Design Week, hebben we dat ook aan de bezoekers laten zien, eigenlijk is toen de prijs keer 6 gegaan. En met die factor 6 namen we eigenlijk verschillende aspecten van het kledingstuk in benadering, dus of in 8. Dus wat we dan doen is dat we kijken naar de materiaalkosten, de arbeidskosten, eventueel wat wij dan niet hadden, maar je had natuurlijk ook over transport. En op die manier kwamen we eigenlijk tot een prijs. En om een voorbeeld te noemen, als je een van de kledingstukken kocht die samen werd gesteld, was de prijs volgens mij rond de 150 tot 250 euro. Ik weet dat het een groot bedrag is voor heel veel mensen. Maar het was ons ook belangrijk om eigenlijk mensen aan te geven, hey, als je deze factoren nu benadert of in acht neemt, kost het zoveel. En dat is eigenlijk wat we als platform ook veel willen doen. We zijn eigenlijk bezig met verhalen vertellen. En het gaat over serieuze onderwerpen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we een manier vinden van vertellen. En dialoog aangaan zonder met de vinger te wijzen. Want dan luisteren mensen vaak niet. Maar dit zijn dus eigenlijk een soort van verhalende manieren waarop we eigenlijk mensen meenemen in dat idee. En wederom herwaardering is gewoon heel belangrijk. Dus dat was een voorbeeld om te noemen. Ja, ja. Ja, ja, super. Ja, heel goed dat dat gebeurt inderdaad. Want volgens mij speelt dat bij de andere initiatieven ook wel. Van nou, hoe wordt die verkoopwaarde nou bepaald? En wordt dan ook naar de klant vervolgens gecommuniceerd dat ja, dat dan gewoon de eerlijke prijs is. Ja. Dus, ja. Ja, supergoed om daar ook iets van te horen.
Nou, bedankt voor de vragen. Nou, of, ja, er komen nog een nieuwe binnen. Maar dan is het misschien ook een goed moment om door te gaan. Tenzij je zegt, nou, we kunnen er nog wel 1 of 2 doen. Ik weet ook even niet hoe we in de tijd zitten. Nou, dan doe ik er gewoon nog eentje. Marie-Louise vraagt of er ingezet wordt op refurbish of redesign. Ja, er zijn verschillende. Want ik moet wel zeggen, dat misschien kunnen dat ook wel. Er zijn af en toe zoveel namen voor verschillende benaderingen. Maar ja, die worden ook in acht genomen. En wat we ook nu gaan proberen, we zijn nu langzaam ook bezig met ons online platform te updaten. Ik denk één ding wat bij kennisdeling komt kijken, is dat we ook een goed overzicht van technische en vaktermen erin gaan zetten. Want we merken ook dat er heel erg veel verschillende termen worden gebruikt. Maar ja, die worden zeker in acht genomen, ja. Oké, top. Mother of Pearls ken ik trouwens. Er is nog iemand die vraagt, Mirjam vraagt of we de kleding van Mother of Pearls kennen. Ja, die kennen we. Maar dankjewel. En wat ook een tip is, als er goede initiatieven zijn, stuur ze altijd naar ons door. Want we geven eigenlijk graag natuurlijk altijd goede initiatieven ook een platform. Dus, ja, super. Ja, leuk. Volgens mij zitten er, als ik zo de chat zie, de vraag zie je mensen uit de kledingindustrie. Dus nou, leuk dat jullie dit zo kunnen uitwisselen. Nou, dan ga ik toch maar door. Vragen die nog op de chat komen, die kunnen we altijd nog in de namelding zetten. Dus schroom vooral niet om, mocht er straks toch nog een vraag op komen, om die alsnog te stellen. Nou, dan geef ik graag het woord aan Lisanne van Bloesem. Yes, dankjewel. Wacht even op de slide. Yes, daar is hij. Ja, hallo allemaal. Ik ben Lisanne Stolp van Bloesem. Wij zijn echt een startende start-up. Dus het was wel heel tof om ons verhaal van New Order of Fashion te horen. Ook een beetje overwhelming. Dat denk ik, wow, super vet. Maar ik ga graag ook iets vertellen over onze startende onderneming. En daarbij ga ik eerst nog wat feiten en cijfers benoemen. Ik wil graag vertellen hoe wij zijn ontstaan en wat we doen natuurlijk. Dus let's go. Het werd al even genoemd van dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 50 items kocht. Ik had al 46, maar ja, dat komt toch weer hetzelfde neer. Maar van dat aantal items worden er eigenlijk ook ieder jaar weer 40 weggegooid. Dus je kan je voorstellen dat echt een enorme berg kledingafval oplevert. En bij een onderzoek van CBS zag ik dat er in 2019 174 kiloton textiel bij het restafval terechtkwam. Dus dat is dus niet in een textielbak, maar echt bij het restafval wat je gewoon bij de grijze container gooit, zeg maar. En dat echt een heel groot deel daarvan, 58%, eigenlijk gewoon nog herbruikbaar was of recyclebaar. En ik dacht, dat is misschien ook wel interessant om dat eens om te gooien naar hoeveel blouses dat dan ongeveer zouden zijn. En daarbij kom ik uit, als we dan een blouse nemen van ongeveer 250 gram, op eigenlijk bijna 500 miljoen blouses. Dus nou, daar kun je eigenlijk niet bij met je hoofd. En dit is dan dus alleen maar van een jaar in Nederland. Niet dat het natuurlijk allemaal blouses waren bij het afval, want het kan natuurlijk ander textiel zijn dan kleding, maar even om een beetje een beeld te vormen. En ook goed is om, wat ook goed is om te weten, is dat er eigenlijk wereldwijd nog maar minder dan 1% van de kleding gerecycled wordt als kleding. En dat is vooral door ontoereikende technologie. Maar daar is een New Order of Fashion vast verandering in aan het brengen. En daar willen wij ook graag een steentje aan bijdragen. Eigenlijk zijn al deze feiten wel ongeveer liggen ten grondslag aan wat wij doen. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de... En het verkleinen van die kledingafvalberg. We gaan naar de volgende slide. Het is misschien ook nog even leuk om te vertellen hoe wij zijn ontstaan. Ik heb samen met Eike... Ik heb een Eike helemaal vergeten voor te stellen, sorry. Eike is mijn compagnon. Eike van der Welen. Wij komen allebei dus uit Groningen. En daarnaast werken we ook nog bij een andere organisatie. Zij werkt bij Circulair Friesland en ik bij Futureproof. Dat nog even terzijde, sorry. wij hebben dus allebei meegedaan aan het programma Futureproof, waar ik nu dus zelf ook voor werk. Ik doe de marketingcommunicatie. En dat is een programma voor jongeren tot en met 27 jaar, om zij kennis te laten maken met sociaal en duurzaam ondernemen. En het is gratis, want het wordt grotendeels gefinancierd door de maatschappelijke diensttijd, dat is vanuit de overheid. En daar ben ik eigenlijk tegengekomen, samen met twee andere meiden die jullie hier ook nog op de foto zien. En wij hadden alle vier gewoon een passie voor duurzame mode, waren daar al veel mee bezig en zijn zo eigenlijk in een team gezet.
En uiteindelijk kwamen we op het idee, of in ieder geval vooral de behoefte en zin om iets te doen aan het afvalprobleem. Omdat er zijn natuurlijk veel meer nog dingen aan de hand in de fashion-industrie, maar afval is daar wel een hele grote van. Toen uiteindelijk kwam het idee om blouses te gaan upcyclen, maar daarnaast ook wel echt het verspreiden van bewustwording over de kledingindustrie via onze social media kanalen. En eigenlijk was het uiteindelijk zo dat het beste in de agenda van mij en Eike paste. Dus wij zijn met z'n tweeën verder gegaan. En we hebben ons afgelopen oktober echt ingeschreven bij de KVK. Dus nu zijn we echt officieel een onderneming. We zijn heel erg gemotiveerd om aan de slag te gaan. En het kwam eigenlijk een beetje in een stroomversnelling terecht, omdat wij in contact kwamen met Groningen Fair Fashion. Dat is een stichting, afgekort GROF met twee F'en. En zij hadden de beschikking over een atelier in Haren, in de biotoop. Dat zie je op foto 2. Daar zijn we heel blij, omdat... hij mag nog even terug, hoor. Wij mochten daar gebruik van gaan maken van hun atelier. Omdat zij daar heel graag een gezamenlijke maakplaats van willen maken. En met allerlei mensen die iets doen rondom textiel. Dus daar zitten wij nu. En dat zorgt er ook voor dat wij gewoon echt lekker aan de slag kunnen. Met het upcyclen van blussen. Maar daarnaast, dat zie je op de foto meest rechts. Staan we ook op events en willen we in de toekomst ook meer workshops gaan organiseren. Om mensen ook te laten zien hoe ze zelf hun kleding een langer leven kunnen geven. Voordat ze het bij het afval gooien, zeg maar. Dus dat. En dan mag je naar de volgende slide. Dus ik heb al een beetje verteld van wat we natuurlijk allemaal doen. Dus wij upcyclen afgedankte blouses. We passen die aan, dat is misschien een andere term ervoor. En geven daardoor opnieuw waarde, zodat we dit mee kan in de kledingketen. Op dit moment halen we de kleding, trouwens misschien goed om te vertellen, uit kringlopen. Omdat er eigenlijk zo enorm veel kleding binnenkomt. Alleen daar al dat, we hebben wel eens gedacht van, is dat wel eerlijk om het daar vandaan te halen? Omdat er misschien mensen zijn met een kleine beurs, maar... de contact met verschillende kringlopen zijn we erachter gekomen dat dat niet zo'n probleem is. Maar als we onze productie gaan opschalen, dan zou het wel tof zijn om echt een samenwerking aan te gaan met kringlopen. Om ook echt blouses alleen te hebben waar bijvoorbeeld een vlek in zit of gaatjes. Waar wij heel goed nog iets mee kunnen, maar die iemand misschien niet zo meer zou kopen. Dus dat. En daarnaast is het bewustwording creëren is echt een groot onderdeel van onze missie. We delen informatie over de kledingindustrie op onze social media, maar zoals ik zei, we doen ook, we staan ook wel eens op events en willen in de toekomst echt meer workshops gaan organiseren. En een derde pijler wat wij ook wel heel erg belangrijk vinden is om gewoon echt heel veel plezier te hebben. Want ja, het ondernemen kan soms ook heel veel druk opleveren. En wij vinden dat we willen heel graag een duurzaam steentje bijdragen aan de wereld, maar we moeten ook duurzaam met onszelf omgaan. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel belangrijk om te benoemen, want ik zie het heel veel om me heen, ook in mijn leeftijdsgroep, dat er veel mensen uitvallen. Juist omdat ze heel erg ambitieus zijn en gemotiveerd. Dus dat vond ik nog leuk om even te benoemen. We hebben het sowieso echt heel erg naar ons zin. Oké, dan de next slide. Het is leuk natuurlijk om even te laten zien wat onze blouses zijn. Hier zien jullie een aantal voorbeelden. Linksonder is een van de eerste die we gemaakt hebben. Is van een herenblouse. En dit was in samenwerking met Van Hully. Dat is een organisatie hier in Groningen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Of nee, dat is niet waar. Mensen met een vluchtelingenachtergrond, sorry. Die kunnen daar een interne opleiding volgen. En die krijgen daar bijvoorbeeld ook taallessen. En die gaan dus aan het werk in het atelier. Was een samenwerking met hun. Van hun hebben we die blouses. En ze hebben ons ook geholpen bij het maakproces. Dit waren oude herenblouses. Van werkkleding. En die hebben wij dus omgebouwd tot een wrapblouse. En de andere drie blouses, dat is van onze huidige collectie die binnenkort online komt. Dat zijn eigenlijk combinaties van verschillende blouses die wij hebben gevonden. En die we aangepast hebben en gecombineerd. En op die manier weer opnieuw kunnen gaan verkopen. Ja, even denken. Dat was hem eigenlijk. Dan kunnen we de volgende. Super bedankt voor jullie aandacht. En volg ons op Instagram via bloesem_nl. En op LinkedIn kan dat als je zoekt naar bloesem_nl. Onze website is in de maak. Daar zijn we druk mee bezig, maar die is er nog even niet. Dus volg ons zeker op de socials. En dan is het nu denk ik tijd voor een aantal vragen.
Ja, zeker. Super, dankjewel Lisanne. Ja, er komen inderdaad vragen binnen. Ik per ongeluk door. Dat was niet bedoeld. Oh, geeft niet. er wordt door Robin gevraagd wie jullie verkoopgroep is. Ja, dat is een hele goede vraag. Het liefst willen we onze blouses eigenlijk zo toegankelijk mogelijk maken voor een zo breed mogelijke groep, ook qua budget. Maar we zijn al wel achtergekomen dat het upcyclen van blouses echt best wel heel veel tijd kost, omdat je in die zin is het makkelijker om met patronen te werken en met nieuwe stoffen of met een groot stuk stof waar je dat op kan tekenen en knippen en in elkaar kan zetten dan met al een bestaande blouse te werken. Dus er zit best wel wat tijd in. Dus ik zou willen zeggen dat onze doelgroep op dit moment wel wat meer een jongere doelgroep is. Van, ik denk, 20 tot 40, denk ik. En die toch wel een iets bredere portemonnee hebben. Maar goed, we willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. Ook wel daarbuiten, ook met onze events en dergelijke. Om ook te laten zien hoe mensen zelf hun kleding kunnen aanpassen en een langer leven kunnen geven. Ja, ja, ja. En nou ja, je zegt natuurlijk van het is eigenlijk best wel lastig om van een blouse weer iets nieuws te maken. Het heeft ook wel betrekking op de volgende vraag van Esther. Hoe de kwaliteit beoordeeld wordt. Ze geeft aan van de huidige kwaliteit is vaak niet goed genoeg om te upcyclen. En om niet te verkopen. Dus hoe pakken jullie dat aan? Ja, dat is een goede. Ik denk dat je dan refereert ook naar tweedehands kleding van fast fashion misschien. Omdat daarin zie je inderdaad heel erg dat kleding niet van goede kwaliteit is. En ook heel veel kunststoffen materialen. Wij kijken wel heel erg bij het uitzoeken van de blouses dat het grotendeels in ieder geval van natuurlijk materiaal is. Het liefst gewoon katoen. En natuurlijk, ja, we voelen de stoffen, we zien de stoffen. En op die manier kunnen we natuurlijk ook gewoon beoordelen of het nog goed is. Maar soms zie je bijvoorbeeld een blouse. Ik heb nu ook een van ons aan, waar dan de boord niet meer zo mooi van is. Die kun je er afhalen en bijvoorbeeld ook nog weer gebruiken om patches mee te maken. Dus zo proberen we ook zoveel mogelijk van het materiaal wel weer te hergebruiken. Antwoord is eigenlijk gewoon ook heel erg zelf voelen en kijken naar de stoffen. En is voornamelijk echt de natuurlijke materialen. Oh ja, leuk, leuk. Ja, nou ja, beantwoord je eigenlijk ook al een deel van Marie-Louise's vraag. Want ze vraagt hoe recyclebaar de blouses zijn en of daar rekening mee wordt gehouden. Dus je noemt al dat onderdelen dan ook weer nieuw worden gebruikt in producten. Ja, zeker. Ja, en ja, we moeten natuurlijk wel, we kunnen niet zomaar alles gaan upcyclen als de kwaliteit echt heel slecht is. Als het echt gaar is, dan kun je er misschien nog weer iets van maken. Maar dan gaat het ook weer niet heel lang mee. Dus sommige items zijn natuurlijk gewoon in die zin dan ook misschien afval. Maar je zou het dan bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken. We willen soms ook wel eens kijken, kunnen we met ons restmateriaal ook andere items maken? Je zou dat soort stoffen ook kunnen gebruiken als vulling voor een kussen. Ik noem maar iets. Er zijn ook nog heel veel andere mogelijkheden naast er een kledingstuk van te maken natuurlijk. Ja, ja. Nou, en er worden ook nog wat verbindingen in de chat gelegd. Want Denise voor een zorgorganisatie werkt. Samen met cliënten runt zij een kringloopwinkel. Ze zegt dat ze best regelmatig kleding binnenkrijgt, waaronder blouses. Of je daar blij mee bent, dat is... Misschien kun jij en Denise straks even chatten. Denise zit wel in Tilburg. Dus, Oké, dat is misschien ingewikkeld. Nou, jullie mogen... Misschien kan je je e-mailadres naar Laura sturen. Dat is misschien handig als dat een beetje centraal gaat. Of persoonlijk naar mijn chat. Dat kan misschien ook. Ja, helemaal goed. Nou, dan... leuk dat die verbindingen worden gelegd. Ja. Ja, en tips en tops zijn trouwens ook heel erg welkom, hoor. Want we zijn natuurlijk een start-up. En ik geloof dat er ook inderdaad ondernemingen tussen zitten. Dus... Kom maar op. Ja, super. Ja. Nee, ja, leuk om te zien dat dat in de chat gebeurt. Even kijken, ik probeer het even snel te lezen hoor. Anne die geeft aan of jullie ook de ambitie hebben om blouses te maken voor als bedrijfskleding. Ze werkt zelfs voor een organisatie die bedrijfskleding produceert. En ze staan voor de uitdaging om kleding herin te zetten dat nog goed genoeg is om te dragen.
Dus nou, zijn jullie daarmee bezig? Ja, is dat de vraag of wij dan gebruik willen maken van bijvoorbeeld blousen of andere items die overblijven vanuit die werkkleding die geproduceerd wordt, wat dan niet meer gebruikt wordt, of meer dat wij het zouden maken voor... Volgens mij is dat, nee, dat zou, ja, 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 oké. Okay. Ja, dat is dus wat we ook hebben gedaan via Van Hullywaar, wat ik even kort benoemde, met die wrap blues. Ja, dat is zeker super interessant, want ja, we zagen daar ook dat er enorm veel van dat soort kleding overblijft en waar dan niks meer mee gedaan kan worden, omdat er misschien ergens een logo op zit. Maar je kan er natuurlijk vast nog heel veel andere dingen mee. Dus dat soort samenwerkingen zouden ook zeker heel interessant zijn, ja. Leuk. En Gwendolyn vraagt nog hoe het zit met maatregelen aan de voorkant. Dus nou ja, nu wordt er natuurlijk worden de blouses worden geupcycled, zodat ze een tweede leven krijgen. Maar hoe zijn jullie aan de voorkant bezig om ervoor te zorgen dat er überhaupt minder gekocht wordt? Daar aan de voorkant over na wordt gedacht. Ja, zeker. Ja. Dat is ook wel dat deel van bewustwording creëren. Op onze social media kanalen proberen we ook heel erg te laten zien wat de impact is van de kledingindustrie. En dat het belangrijk is inderdaad om goed over na te denken of je een kledingstuk echt nodig hebt. Eike doet bijvoorbeeld dit jaar mee aan een no-buy challenge. Ze gaat het hele jaar geen nieuwe kleding kopen. Dus dan communiceren we daar ook over en vragen mensen of ze ook mee willen doen. Op Instagram hebben we op dit moment een rubriek heet Slow Sunday. Daarin geven we tips en tops over hoe je inderdaad een duurzamere kledingkast kan creëren. Maar ook bijvoorbeeld zijn vaak... ook wel slow fashion events of andere of inderdaad kennis over materialen. We proberen ook wel heel erg dat bewustwordingsdeel inderdaad op te pakken. En we willen met onze blouses vooral gewoon ook een alternatief aanbieden. Maar het is eigenlijk de helft van onze missie. En de andere helft is vooral ook die bewustwording creëren. Ja, super. Nou, er zijn genoeg mensen in de chat die verbinding contact willen leggen. Dus wij zullen dat... achteraf even linken. Ja, zeker. Even kijken, ik zie nog één vraag van Marie-Louise binnenkomen. Mijn vraag ging over de recyclebaarheid van de geupcyclede blouses van Bloesem zelf. Houden jullie hier ook Mee? In de zin van of je onze blouses weer kan recyclen. Zoals ik zei, kijken we dus echt naar materialen. Ja. Het liefst hebben we echt dingen van puur katoen, omdat het inderdaad dus heel moeilijk is om stoffen te recyclen die uit meerdere materialen bestaan. Je hebt natuurlijk vaak ook wat dat elastaan in zit. Of soms heb je echt hele idiote mix van 5 verschillende soorten kunststoffen met ergens nog een beetje katoen. En dat is heel moeilijk recyclebaar. Dus wij letten absoluut ook op... dat het voornamelijk één stof is. En dat het inderdaad daardoor ook na ons eventueel nog goed te recyclen is, inderdaad. Ja, super. Nou, hey, hartstikke leuk ook om te zien dat er verbindingen worden gelegd. En, graag gedaan. Nou, dat ondernemers, dat jullie zo leuk tips en aan elkaar kunnen geven. Even kijken, je had nog één slide? Ja, ik heb nog één food for thought, vond ik leuk om mee af te sluiten. Want je kunt dus bijna 40 kilogram CO2 per jaar besparen door 6 kledingstukken minder te kopen. Als iedere Nederlander dat zou doen, scheelt dat net zoveel CO2-uitstoot als in een jaar 50.000 keer met de auto rond de wereld. Dat is echt enorm. En dat moet er dan wel vanaf, die 6 kledingstukken minder per jaar van die... Ja, klopt. Dat zou goed moeten kunnen, inderdaad. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor jullie aandacht. En, ja, go follow us. Ja, super. Super, ja. Bedankt, Lisanne. Dan zou ik graag weer het woord doorgeven. Yes. Nou, hallo. Ja, die food for thought van Lisanne, die was echt perfect. Mooie entree voor mij. Want zoals Lisanne zei, als iedereen nu 6 kledingstukken of meer minder koopt per jaar. Nou, dat scheelt een hele hoop uitstoot. Dat is precies waar onze kledingbibliotheek op inspeelt. Mijn naam is Marina. Ik ben eigenaresse van The Community of Closets. En dat is een kledingbibliotheek in Amersfoort. Waar je niet alleen kleding duurzaam kunt kopen, maar je kan het vooral lekker lenen. Nou, wat is dan een kledingbibliotheek? Dat zal voor sommigen van jullie misschien al wel een bekend concept zijn, maar het is nog wel een beetje
echt in ontwikkeling. Er zijn nu zo'n 14 kledingbibliotheken in Nederland, waarvan ik er dus eentje ben. Een kledingbibliotheek is een plek waar je kleding kunt lenen tegen een relatief lage prijs. En daarna heb je de keuze of je het wilt aanschaffen of dat je het gewoon weer terugbrengt en iets anders ervoor in de plaats meeneemt of juist helemaal niks. Want je had het al in je kast. Nou, bij de Community of Closets is het ons doel om mensen alleen dingen te laten kopen die ze echt fantastisch vinden. En wij geloven erin dat je er alleen maar achter kan komen wanneer je het draagt, het uitprobeert, het meeneemt naar huis en het letterlijk voelt. Pas dan kun je besluiten of iets echt bij je past. Want wat hebben we nou ontdekt in de periode dat wij nu bezig zijn met de kledingbibliotheek? We kunnen mensen, iedereen die bij ons komt, bijna niet verleiden om niet te kopen. Want iets is pre-loved, duurzaam geproduceerd, dus ik wil het hebben. Nou, ik wil juist dat mensen daar bewuster over nadenken. En dat doen wij dus door mensen de mogelijkheid te geven het mee te nemen, te testen en daarna te besluiten of ze het nog willen. Wat er vaak gebeurt is dat mensen inderdaad alsnog iets komen aanschaffen. Maar we hebben nu ook al regelmatig gehad dat mensen uiteindelijk toch dachten van, nou, weet je, dit is het niet voor mij, ik kom het gewoon terugbrengen. Helemaal prima. Ik geloof erin dat wanneer je dat doet, dan pas kun je echt een impact hebben op het milieu. En je ziet er ook nog eens fantastisch uit. Nou, hoe werkt een kledingbibliotheek dan? Daar heb ik een mooie infographic op de volgende slide voor weergegeven. Kijk, wat wij doen is wij verzamelen pre-loved kleding van mensen. Dat krijgen we gedoneerd. Vervolgens zie je dus aan de rechterzijde, die doen we dus samen met Tine's t-shirt, zie je hier weergegeven. Nou, vervolgens wordt het t-shirt wordt gerepareerd door ons in het atelier in Amersfoort. En we wassen het item om zo te zorgen dat je een mooi kwalitatief item ook in onze bieb kan vinden. Vervolgens komt het in het rek te hangen waar jij het uit de bieb kunt lenen of gelijk kunt kopen. Nou, behalve dat we onze pre-loved sectie hebben, hebben we ook een heel groot gedeelte met upcycled producten van Amersfoortse makers. Dat zijn dus makers zoals bijvoorbeeld, nou ja, Bloesem is eigenlijk het perfecte voorbeeld. Wij hebben in onze community ook makers die net zoals Bloesem dus van oude items uit onze bieb of juist andere reststromen weer nieuwe dingen maken. We hebben bijvoorbeeld iemand die van frisdrankbliklipjes, sieraden en tassen maakt. Maar we hebben ook een kunstenares is het bijna, die jasjes en blouses dus ook beschildert en daar dus weer een nieuwe functie aan geeft op die manier. Dus zo hebben we eigenlijk in onze bieb ook weer twee secties. Dus je kunt het huren of je kunt het kopen. Maar hoe dan ook, je hebt een duurzame keuze en dat proberen we zo inzichtelijk mogelijk te maken. Als we even naar de volgende slide kunnen, dan zie je hier dus vervolgens het concept zelf. Hoe werkt het dan bij ons in de bieb? Dus stel jij komt bij ons, hoe zorg je er nou voor dat je iets kunt meenemen? Kun je dat dan zomaar uit de rekken pakken? Ja, nu wel. Je komt bij ons in de bibliotheek in Amersfoort, dan kies je gewoon wat je leuk vindt. Je gaat naar de kassa, je rekent af het aantal dagen wat jij denkt dat je het gaat huren. We rekenen zo'n 10% nu van de dagwaarde voor het huren van een item. En dat gaat vaak om echt hele kleine bedragen. Dus bijvoorbeeld voor €2,50 kun jij al een dag iets meenemen. En als je dat nog een beetje slim doet, als je nou op zaterdag komt, dan, we zijn pas op dinsdag weer open, dan heb je dus, nou wat is het, 3 dagen voor de prijs van 1. Want zo zijn we dan ook alweer. Dus zo kun je voor €2,50 kun je dus eigenlijk een nieuwe outfit lenen. Waar we naartoe gaan, want daar zijn we dus nu mee bezig met de ontwikkeling van de bieb. We hebben onlangs een subsidiepot gekregen van de gemeente Amersfoort om het concept verder te ontwikkelen binnen de gemeente. We gaan naar een systeem toe waarin we mensen een abonnement kunnen aanbieden. En dat zij dus voor een bedrag per maand dus een aantal kledingstukken gewoon aan de lopende band kunnen pakken. Ook dit houden we laag in kosten. Dus stel je even voor, dat zou gaan om misschien €24,95 per maand. Waarin je 3 of 4 kledingstukken gewoon uit de rekken kan pakken. Je scant ze en je komt ze later weer terugbrengen in de inzamelbak als je maand op is. Dus dan gaan we het per maand doen. Om zo dus te stimuleren dat je dus iets niet per se hoeft te kopen. Want je mag het gewoon een maand bij ons komen lenen. Wat er vervolgens dan nog steeds kan, is je kan het nog steeds kopen. Ook na je maand.
En wat we dan hebben gecreëerd is dat we mensen echt een bewuste aanschaf laten doen. En we laten zien, oké, de afgelopen maand heb jij deze 3 kledingstukken meegenomen. Hoe vaak heb je ze nou daadwerkelijk gedragen? Want wat we net al zagen in het begin, een gemiddelde Nederlander draagt een kledingstuk 7 keer. Dat is hartstikke zonde. Dat betekent dus dat er in de kasten van elke Nederlander gigantisch veel ongebruikt kledingpotentieel zit. Nou, en daar spelen wij dus ook op in. Dus onze kledingbibliotheek richt zich niet alleen op het stimuleren van het minder kopen, maar ook op het intensiever gebruiken van items. Nou, als zo'n item dan helemaal opgemaakt is, dan komt het dus bij onze community van makers, waar zo'n item weer nieuw leven krijgt in de vorm van, wat ik net al zei, de jasjes of een tas. Op dit moment zijn we hard aan het werk om het atelier ook in onze bieb te bouwen. Ik ben letterlijk zelf aan het bouwen. Ik zei net tegen Laura al, ik vanmiddag met het bouwstof in mijn haar te zagen. Het is gewoon een onwijs leuke ontwikkeling. En zo proberen we dus de kledingindustrie echt een andere kant op te sturen. En zo ook de schaarste marketing, wat we heel veel zien rondom tweedehands kleding vooral, ook een beetje te narren, noem het maar even. Want je ziet gewoon als je graag naar een gemiddelde kringloopwinkel en je ziet mensen echt met stapels naar buiten gaan. En dat vind ik niet een hele goede ontwikkeling. Dus vandaar de Amersfoortse kledingbibliotheek. Op de volgende slide zie je, als het goed is, ja. Op de volgende slide zie je dus een van onze makers. Dit is een atelier in Amersfoort die een collectie van eigenlijk stoffen die wij over hadden, heeft zij jurkjes gemaakt. En zo hebben we dus allemaal van dit soort makers in onze community zitten. Yes. Hier zie je nog even op een rijtje de opties die ik net heb genoemd. Dus je kunt bij ons huren, je kunt het kopen. Hier staat ook nog verhuren. Dat is wel grappig, want dat is hoe we ooit zijn begonnen. We zijn begonnen als platform waar mensen onderling kunnen gaan verhuren. Daar willen we uiteindelijk wel weer naartoe, maar we zagen dat dat nog echt een brug te ver was, omdat überhaupt het idee van de kledingbibliotheek nog best wel nieuw was. Dus we dachten, oké, we beginnen eerst bij een kledingbibliotheek, in ieder geval in Amersfoort en omstreken bekend te maken, om vervolgens te gaan naar een platform waar mensen onderling ook weer dingen kunnen gaan verhuren. Bijvoorbeeld voor korting op je abonnement. En als we dan kijken naar de laatste slide, dan zien we daar ons oude logo nog. Je ziet nu achter mij zie je ons nieuwe logo. Onze community staat voor een eerlijke en groene toekomst. En dat doen we graag met iedereen die op een manier daarin wil meedenken. Dus ben je nou in Amersfoort in de buurt, kom dan ook vooral eventjes langs in onze bieb. Ik ben er zelf nu elke dag, kan je me zien zagen. Superleuk. En je kan ons natuurlijk volgen op Instagram, @communityofclosets. Facebook zijn we ook actief op. Heb je vragen, stuur me een mailtje. info@communityofclosets.nl. Maar goed, de vragen staan nu ook als het goed is in de chat voor me klaar. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Super, dankjewel Marina. Ja, klopt, er staan vragen in de chat. Een leuke vraag van Marie-Louise. Of je iets kunt zeggen over waar mensen zoal behoefte aan hebben. Willen ze vooral gelegenheidskleding bijvoorbeeld? En ook, hoe het zit met de verdeling heren-dameskleding? Ja, goede vraag. Mensen zijn vooral op zoek naar niet-gelegenheidskleding. Dat vond ik dus ook best wel gek, want dat had ik meer verwacht inderdaad. Maar mensen zijn vooral op zoek naar items die ze niet zo snel zouden kopen, maar die wel net wat anders zijn. Dus bijvoorbeeld een oranje broek is niet iets voor iedereen, of is niet iets waarvan je denkt, oké, dit ga ik elke dag dragen. Want dan denk je zo, heb je haar weer met die oranje broek? Ik zou het persoonlijk wel doen, maar goed, iedereen is anders. Dus dat zijn items waar mensen wel echt vragen naar hebben. En gewoon om te testen wat het met ze doet. Dat is eigenlijk meer wat er gebeurt. Verdeling mannen-vrouwenkleding. We hebben over het algemeen, ik denk dat 80% van ons aanbod is vrouwenkleding. Op dit moment zijn we onze mannenkleding echt bizar aan het uitbreiden, omdat we zien dat daar gigantisch veel vraag naar is. Überhaupt naar tweedehands mannenkleding. En we hebben een kinderkledingsectie die we aan het toevoegen zijn. Dus kortom, echt superveel ontwikkelingen, maar voornamelijk vrouwen. En de mannensectie is nu ook echt heel erg groeiende.
Ja, super. Nou ja, ja Marie-Louise zegt ook al, het aanbod pre-loved herenkleding is wat kleiner. Maar nou, super om te horen dan dat het aan het uitbreiden is. Ja. Robin vraagt of jullie ook samenwerken met andere kledingbibliotheken. Nog niet. Ik heb onlangs een gesprek gehad met Share a Masterpiece in Den Haag. Om wel in de toekomst te gaan kijken op wat voor manier we elkaar kunnen versterken. Mm-hmm. Zoals ik al zei, ik ben nu echt bezig met het bouwen letterlijk van de Biep en het atelier. Op het moment dat we daar wat meer stabiliteit in hebben, is dat zeker een stap die we willen gaan zetten. Ja, ja. Gwendolyn vraagt nog wat de afschrijftijd van een veelgebruikt kledingstuk zoals een t-shirt is. En hoe wordt gecontroleerd of iets nog draagbaar is en zo niet. Op welke manier dat dan wordt gerecycled of jullie bijvoorbeeld met bedrijven samenwerken die die grondstoffen dan weer kunnen gebruiken. Ja, goede vraag. Wij zamelen eigenlijk alles in wat we maar krijgen. En dan vervolgens gaan we selecteren wat geschikt is voor de kledingbibliotheek. Vaak zijn dat stoffen en merken die beter in kwaliteit zijn. Iets van de H&M of de Vero Moda zul je niet tegenkomen in onze kledingbibliotheek. En dat heeft er alles mee te maken dat A, mensen zien daar überhaupt het nut niet van in om dat te gaan huren. En B, de kwaliteit is echt schrikbaar en slecht. Dat houdt gewoon geen stand. Dus we zoeken wel echt naar de items die langer meegaan. Alles wat dus niet lang meegaat, dus dat shirtje van aannemen of Vero Moda, dat verzamelen we. En dat doneren wij vervolgens of weer verder. Binnen ons eigen netwerk kennen we bijvoorbeeld best wel veel mensen die onder de armoedegrens leven. Daar doneren we aan. We doneren aan lokale initiatieven binnen Amersfoort die de kleding ook weer kunnen gebruiken. Alles wat kapot is, dus we doen ook zo'n kwaliteitscontrole, wat je ook zag in de cirkel, dat gebruiken we zelf. Dus een van onze makers maakt er iets van wat weer in onze winkel komt. Of wanneer we het echt niet meer zelf kunnen gebruiken, doneren we dat ook weer verder aan bedrijven die daar weer iets van maken. Oftewel, close the loop, dat doen we zelf ook met ons eigen restproduct. Ja, ja, super. Rick vraagt nog, je zegt dat je kunt huren over 10% van de dagwaarde en hoe die dagwaarde dan wordt bepaald. Ja, de dagwaarde is eigenlijk vrij simpel om te bepalen, omdat je, als je even een Vinted search doet naar zo'n item, dan zie je al snel genoeg wat mensen ervoor vragen en wat een beetje de gemiddelde prijs is van zoiets. Op dit moment zetten we dan de items net iets eronder in onze winkel. Want wat ik net al zei, een kledingbibliotheek is nog een onbekend fenomeen in Amersfoort en omstreken. Dus we willen die bekendheid genereren. Maar we willen er naartoe dat onze prijzen gelijk liggen aan die dagwaarde. Of juist iets hoger, om mensen juist weer te stimuleren om te gaan huren. Dus we, ja, het is gewoon een Google en Vinted search. En dan vind je het vrij snel. Nou, top. Waren even de vragen. Ik zie even niks meer binnenkomen op de chat. We zitten ook bijna aan de tijd. Dan zou ik iedereen gewoon heel erg willen bedanken. Bezoekers, sprekers natuurlijk. Er komt ook nog iets leuks jullie kant op. Hartstikke bedankt voor jullie kennis die jullie met ons delen. Volgens mij hebben we allemaal wel wat nieuwe dingen geleerd. We hebben weer wat inspiratie gekregen van waar kunnen we nou terecht als we onszelf wat meer bezig willen houden met circulaire kleding. En volgens mij zijn er ook genoeg ondernemers in de chat geweest die waar we gewoon tips mee hebben kunnen uitwisselen. Dus hartstikke bedankt. Voor iedereen die zich heeft aangemeld, we zullen ook nog een mailtje eruit doen. Waar nog wat informatie, het webinar zal nog worden nagestuurd. Ik zal de initiatieven natuurlijk nog even een plekje geven in de mailing, zodat iedereen ze kan bezoeken, vragen kan stellen. Hartelijk dank allemaal en wellicht tot een volgend event. Dag!